Are you ready to film? Mm-hmm. You have to make one shot. So only press the button once, and then when you're finished, just press it again. Okay? In het verleden was het zo dat de watergangen vooral bedoeld waren zeg, om zo snel mogelijk water op te vangen, regenwater op te vangen en dat je snel mogelijk af te voeren in de rivieren naar zee toe, zeg maar. Ja. En wat je natuurlijk de laatste jaren ziet is dat, dat je steeds meer het klimaat verandert, krijg je steeds meer regen. Ja. Dus aan de ene kant willen gemeentes, zeg maar, die willen, aan de ene kant zijn twee millennium doelstellingen. Aan de ene kant willen ze veel meer water kunnen bergen, zeg maar, ja. In de watergang. Aan de andere kant willen ze de kwaliteit van het water moet veel beter worden. Maar die kwaliteit, hoe kun je die nu verbeteren? Dus dat is enerzijds door die harde beschoeien, zeg maar, die gewoon weg te halen. Ja. Dan kun je eigenlijk hier zien, die onderwater is de beschoeien, zeg maar, gewoon weggedrukt. Ja. Of je kunt hem afzagen of helemaal weghalen. En je krijgt dan straks een veel betere overgang van nat naar droog. Je zware oevers eigenlijk hebben heel veel waterplanten krijgt. Ja. Dan gaat dat het water veel meer filteren, zeg maar. Dan krijg je ook veel betere kwaliteit water, zeg maar. Ja. En een rijker. Maar wordt dit in heel Nieuwegein nu gedaan? We hebben zeg maar binnen Nieuwegein eigenlijk een soort structuur bekeken waarvan we zeggen, nou, daar willen we vooral natuurvriendelijk over doen, want we willen ook niet overal doen, zeg maar. Ja. En binnen die ecologische structuur van de gemeente, zeg maar, gaan we kijken of we dat, die oevers, oevers kunnen gaan vervangen. Dus waar het mogelijk is, zeg maar. Zonder dat je grondzakking krijgt, omdat het in één keer open ruimte is. Ja.